Deze twee mannen hebben als slachtoffer een 79-jarige man uitgekozen. We zien het jammer genoeg te vaak gebeuren. Oudere mensen die nietsvermoedend hun boodschappen doen en die niet in de gaten hebben dat hun pincode wordt afgekeken. Daarna weten de daders de pinpas te stelen en dan gaat het heel snel. Binnen no time zijn er duizenden euro's van de rekening gehaald. We blijven het zeggen, wees alert. Altijd. Vraag om ruimte als je merkt dat iemand dicht bij je staat. En ook werknemers van winkels, hou je ogen open. Help mee dit soort leed te voorkomen. De vraag aan u is, wie zijn deze twee?